Lemoncurd geeft je dessert een lekkere frisse smaak. Je kunt het kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Tegenwoordig heb je dat in de Jumbo en in de Albert Heijn. Je kunt het ook heel erg makkelijk zelf maken. Daarvoor was je de citroenen eerst goed. Dan haal je de schil eraf. Zorg dat je witte niet meeneemt, dat is bitter. Dan hak je de geraspte schil fijn. In een pannetje gaan dan de eierdooiers. Suiker, de geraspte schil. De sap van de citroenen. En vervolgens de boter. Je kunt die eerst in kleine blokjes snijden of die hak je dan met je pollepel doormidden. Dit zet je vervolgens op, het liefst in een zware pan met anti-aanbaklaag. Want je wil natuurlijk niet dat de lemoncurd begint aan te branden. Dat merk je direct in de smaak. De boter lost langzaam op en de suiker. En je ziet dat het mengsel dikker begint te worden. Gebruik eventueel een garde om ervoor te zorgen dat er geen klontjes gaan ontstaan. Die dan eventueel kunnen karamelliseren. Je ziet dat de lemoncurd een mooie vladikte heeft gekregen. Dan is die goed. Eventueel kun je hem natuurlijk een beetje op smaak brengen met suiker of citroen. Dan giet je dat mengsel in een wekpot, sluit je goed af en klaar is de lemon curd.